Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft vanmorgen een buitengewone informatiesessie over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, SDG's, georganiseerd. De infosessie was met seniorenburgers en pupillen van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, NSBS. Natasja Hanenberg-Achard, directeur van de NSBS, is blij dat het ministerie ook voor de doelgroep met een visuele beperking heeft gekozen om de informatie te delen. Zij zegt dat deze groep ook recht heeft om meer informatie te krijgen over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het is namelijk zo dat niet altijd er wordt gedacht aan dat er ook blinden en slechtzienden zijn die recht hebben op bepaalde informatie. De kinderen zitten op school, de volwassenen hebben ook een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. En de Sustainable Development Goals is eigenlijk voor iedereen. Iedereen in Suriname, elke Surinamer heeft er mee te maken, moet er mee te maken hebben. En het is heel mooi dat vandaag deze groep van het ministerie van de UNDP hier aanwezig is om dan persoonlijk deze doelen uit te leggen aan de doelgroep van de NSBS, namelijk de mensen met een visuele beperking. Ik ben daar heel erg blij om. Gelukkig is er niet gezegd van nou, ze zien toch niet, dus ze hebben geen recht op die informatie of ze kunnen niets met die informatie doen. Nee, juist omdat ze een beperking hebben, hebben ze nog meer recht om te weten wat deze Sustainable Development Goals allemaal inhouden. Margaret Jones-Williams, onlangs aangesteld als vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, is onder de indruk dat ons land het nodig acht om ook mensen met een beperking te informeren over de SDG's. Zij benadrukt dat de doelen in het leven zijn geroepen, zodat niemand van een samenleving wordt achtergelaten. U hoort ook Wilco Finici, directeur van ERO, die aangaf dat dit project specifiek bedoeld is om alle groepen van de Surinaamse samenleving te informeren over de 17 ontwikkelingsdoelen. Sometimes persons with disabilities may be excluded or may feel excluded. And this can be for several reasons. Could be because of geography, because of location, because of job, because of health, because of physical conditions. And this may be because in society we are not all prepared to have all the facilities to access, for access, for persons with disabilities. En dat hebben we al bijkans 4 jaren lang gedaan. We zijn geweest overal in Suriname. We zijn gegaan naar alle grensdistricten. We zijn geweest in het binnenland. Ook met het traditioneel gezag van het binnenland hebben we dit soort activiteiten uitgevoerd om hun te informeren over de ontwikkelingsdoelen, de 17 ontwikkelingsdoelen, maar ook om van hun te vernemen hoe zij dat beleven, wat zij ervan denken. Wilco Finici, directeur van regionale ontwikkeling, en daarvoor Margaret Jones-Williams, vertegenwoordiger van de UNDP. Zij spraken vanmorgen tijdens een buitengewone informatiesessie over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor seniorenburgers en leerlingen van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, NSBS.